Waar is Devin? Er komt echt een pijnlijder. Ja, maar ik heb geen genade natuurlijk. Ja, dit gaat heel goed. Op 30 juni begonnen we aan dit krankzinnige avontuur. Ik heb nog nooit op een wielrenfiets gezeten. We hebben 50 dagen de tijd om ons klaar te stomen voor een helse tocht. Happy. Vorige week zaten de jongens er helemaal doorheen. Ik ben echt gesloten. Maar vandaag gaan we nog een tandje verder. Deelt prof Oliver Nazen de genadeklap uit. Afbraakwerken naast de Tietema. Dit is onze weg naar de Ronde van Vlaanderen. Yo, boys. Yo. Waar zit jij dan? Olympisch Stadion. Even dat sportadem, hè? Nee, dat is gewoon gelogen. Ik kom net van de fysio. Mijn hele benen zijn aan de knoppen. Tering. Dat is niet best, hè, tot nu toe. Nee, dit is voor mij hardwerken. Ik kan de kilometers voelen, zei ze. Ik ben van de week ook nog naar de fysio geweest. Ik begin een beetje last krijgen van mijn knie. Dat is irritant. Zelfs onderweg naar de fysio regent het. Ja. Je hebt hier twee aanhechtingjes die eigenlijk vastlegt op je gewrichtskap. Die lijken geïrriteerd. Je hebt allemaal gekke naalden in mijn been lopen prikken. Naalden in je been? Zo'n acupunctuur of zo, ik weet niet precies. Maar dit is wel geholpen, man. Devin, je weet dat naalden in benen steken in het wiel en een tikkeltje gevoelig ligt? Ja, oh ja. Ook wij bij Tour de Tietema hebben een no-needle procedure. Ik las laatst in de krant dat jij de fit uitzag was. Ik weet niet welke bron. Ja, las ik ook in de krant. Er begint wel een melding bij, dus het is heel twijfelachtig. Het begint een beetje RTL Boulevard shownieuwsachtig te worden, dit hele verhaal. Ik heb gewoon in één krant dat ik nu echt 800 volgers op Strava. Ik noem ze gewoon ramptoeristen, want die mensen willen alleen maar gewoon zien hoe ik goed gesloopt word. We hebben nog niet echt over die heuptjes. Eigenlijk alle trainingen die we tot nu toe hebben gedaan. Ja, echt gewoon pannenkoek vlak. Ik hoorde wel dat wielrennen in Vlaanderen, dat is gewoon een andere sport dan wielrennen in Nederland. Maar Bas, je had dat geregeld. Ja, Oliver Nazen, winnaar op de muur van Gerritsbergen in de Winkbank. Ja. Trouwe commenter op onze video's. Zullen we eens wat tips gaan vragen? Leuk. Ja, we hebben ook nog een jaar in het gesprek. Ja. Moet hij wel opnemen, ja. Misschien is hij wel aan het trainen, hè. Daar komt hij, hoor. Oliver is wel een grote meneer, hè, op de belletjes daar. Nou, hij is wel een mannetje. Oliver is wel een klasbak, ja. Belgisch kampioen geworden ook, toch? Ja. Vorig jaar Milan Sanremo, tweede. Oh, naast het joint. Oliver naast heeft toegekomen. Yo, boys. Yo. Yo. Ik hoor je wel. Ja! Hey! Oskits. Ja. Zit je dan gewoon op trainingskamp een beetje met Romain en Bardet een beetje naar Tour de Tietema te kijken? Ja, maar hij verstond er niks van. Dat zou ondertiteld moeten worden in het Frans. Oliver, heb je alvast wat tips voor ons? Wat moeten we doen in die heuvels? Niet te wild beginnen en maken dat je zeker boven geraakt. Blijven trappen. Ja. Ik vind dit echt zo dooddoener. Nee, thanks man, daar kom ik ver mee. Ik krijg het heel moeilijk uit te leggen. Ik denk dat het beste is dat je volgende keer tot hier komt. Is dit een uitnodiging om te komen trainen? Kom maar gewoon langs, hè. Ik stel voor woensdag. Dan kunnen we een keer een paar kasseihellingen gaan bekijken. Hè. En dan zie ik hoe jullie het gaan brengen. Ik heb nu al pijn. Heb jij een rustige duurtraining, hoop ik, of niet? Ja, maar ik heb geen genade natuurlijk. Hè. Ja. Oh, Emma, wij zijn één keer geweest met de Bingman toen op de muur. Heb jij zien binnen trouwens, kleinigheidje. Maar toen praatte iedereen over martentaart, dat we echt moesten eten. Ja. Dus ik verwacht wel, als we klaar zijn. Maar die moet je wel verdienen, hè? Die krijg je niet zomaar. Ja, precies. Voor niks gaat de zon op, Devin. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er tegenop. Tot woensdag. België! Of niet te trappen. Het is hier niet vlak, hè? Nee, het is niet vlak. Zijn we hier aan het goede adres, denk je? Ik weet niet helemaal of we goed zijn, maar als je naar het kenteken kijkt, dan heb ik al een vermoeden dat we bij Oliver zijn. Ah! Hij heeft zijn naam verkeerd gespeld. Ja. Vet huis, hoor. Alleen het opstapje was waren uitverkocht. Hallo, is Oliver er ook? Er gaat iets open. Hoe is het leven? Goed, met jullie? Ja, goed. Hey. Een beetje moe? Ja, het was vroeg. Ja. Wat is eigenlijk de route voor vandaag? Wel, ik dacht aan mijn bijna dagelijks parcours. En dat is kleine heuveltjes die niet echt tellen. Een beetje een glooiende wegen naar de muur. En dan misschien, dan kunnen we bovenop de muur beoordelen. Als er nog iets in de tank zit, kunnen we nog de Bosberg erbij nemen. Dat ligt er super tegen. Lijkt me leuk. De Bosberg, daar wordt altijd Ronde van Vlaanderen in het verleden werd altijd beslist. Koffie, dat is echt zo'n wielrending, hè? Dat is echt de enige drug dat wij nog mogen. Maar Bas, wij drinken geen koffie bij de, hè? Nee. Zijn we dan wel echte profielrenners? Nee, denk ik niet. Misschien moeten we gewoon een bakje koffie nemen. Come on, hè. Wat voor een uurtje krijg ik? Ik zie wat er echt op. Hey, dit wordt een parcours, ik zie het al. Nou, dat is niet gek. Dat is een R. Nou, valt toch meer? Hey.
Bas, zijn we klaar voor? Maar dat kan niet, hè. Wat? Ik ben bereid om de discussie aan te gaan over witte sokken versus zwarte sokken, maar grijs is echt een don, vind ik. Ze zijn wit. Geweest? Nee. Wat is dit nou weer? Ik heb ze één keer aangehad. Ze zijn wit of niet? Kom, wat is dit nou weer? Hij zit hier in zijn eigen sokken. Krabbeltje. Kijk eens aan. Hij heeft de Belgische vlag erop. Maar dan mogen alleen de Belgische kampioen mag deze sokken eigenlijk aan. Als er één ding is wat jij nooit gaat worden, dan is dat Belgische kampioen derven van me. En dat ligt niet aan je nationaliteit. Dit is wel vet, hè? Schuwelijk, man. We trappen gewoon even rustig in het wiel van nummer 2 van Milaan Sanremo. Voormalig Belgische kampioen. Kan wel een hoekje trappen. Ja, lekker heel goed. Dus kijk hoe we gaan dan. Kijk hoe we gaan. Dat is spannend, dat kan niet lang. Nu is het wel, nu duurt het lang hoor, hé. En weg. Nu ben je dat vol sprot of wat is dit? Ja, dat is een klimmetje dat niet telt, hè? Een klimmetje wat niet telt, nou. Telt gewoon helemaal niet. In Nederland is het gewoon een kol. Oh, we doen alleen met de muur en de bosbergen. Ja joh. Wat een lul. Ja, koleren. Maar deze tel ook, hè. Voor mijn benen trekt die gewoon, hè. Nee. Jawel, jawel, jawel. Hoe was jouw afslag dan op de berg heen? 135. 135, hè. Nou, die is van mij 180. Dat is de muur. Nou, Oliver die zei dat we alleen de muur van Gerardsbergen en de bosberg mee gaan pakken. Maar ondertussen hebben we al meer hoogtemeters gemaakt dan we in Nederland in een hele week maken, volgens mij. Gaat goed, Devin zit nog bij. Devin is echt beter aan het worden, hoor. Je ziet dat hij gewoon echt comfortabel op de fiets gaat zitten. Hij begint een beetje wielrennen te worden. Is goed om te zien. Hij kan nu een beetje mooi afkijken hoe Oliver alles doet. Dan zijn we weer een stapje dichter bij de Ronde van Vlaanderen. Noodklok, Devin. Dat doe pas ik zo'n bel. Voor onze gelasten. Dat was niet leuk. Dat is allemaal een fijne fiets. Dat is helemaal niet leuk. Dit is nog niet de beklimming, hè? Maar iemand heeft wel pijn. Devin, je wilt even iemand een foto? Ja, tuurlijk. Kijk goed. Ja, nou, minder. Minder goed? Minder momenteel, ja. Hé, hey, doe het bij mijn beste. God, ze gaan alweer. Colleren. Hé, hey, jij zit nog niet gedaan, hè? Oh. Hé, hey, Bosberg is geen doel, hè? Bosberg. Gaan ze geen doel, hè? Ik weet niet. Oh, ik zal zien. Ik ben hier ook voor het eerst. Was los fietsen heen? Warming up? Lekker hè? Ik dacht echt dat ik kapot ging. Die bellen gingen luiden. Ik dacht, nou, dit was het. Maar wat gaan we nu krijgen? Hoeveel kilometer is dit? Ja, wat gaan we nu krijgen? 800 meter zeker. Alleen een kilometer, twee vanaf hier. En denk echt Strava segment, denk dat het 800 meter is of zoiets. 800 meter. Wat kan er gebeuren in 800 meter? Nou, dat gaan we zien straks. Wat zijn do's en don'ts op de muur van Gerardsbergen? Zeker niet gaan rechtstaan. Je gewicht verdelen over de fiets. Ja, dus blijven zitten. Dus blijven zitten en meteen het goede verzet kiezen. Hè. Als je moet beginnen schakelen, als je stilvalt, dan is het omzeep. Dan is het verloren. Okay. Beter een tandje te klein, beter drie tandjes te klein dan één tandje te zwaar. Ja, maar ik realiseer me ook even, als ik deze muur nu niet opkom, hè, nu, ja? Kunnen we beter gaan stoppen met deze serie. Ja, misschien wel, ja. Ja, dat denk ik. Want als je deze een beetje bekijkt, is dit zwaar? De muur is zeker zwaar. Het is een van de scherprechters. Het is geen Koppenberg. Maar die is nog lastiger. Die is nog lastiger. Oké. Okay. Maar het is zeker niet te onderschatten. Doe maar. Wiel volgen van Josse, kom op. Lekker Devin. Hé, hey, wat is dit dan? Hé! Hey! Oh man. Dit is de kapelmuur. Ja. Kom maar, jongen. Thank you.
Kijk maar. Rechts of links? Bravo. Devin! Waar is Devin? Hij is er, Arnit is iemand te voet. Zou hij gevallen zijn? Ik denk dat hij met zijn rinders. Ik denk dat hij loopt. Ja, daar is hij! Devin! Ja! De finish ligt hier rechts. Kom maar aan, jongen. Bachelor Reborn. Heel trots. Oh, ik moest afstappen, man. Wat dan door? Ja, ben je afgestapt? Ja. Dus? Ja, ik stond letterlijk stil. Ik denk, als ik niet afstap, dan val ik op. Zo, dat is niet leuk. Ik vind er alleen maar het schone van, hè, van dat koers. De feest is een stuk leuker, hè? De feest mooi, hè, maar in het echt. Nu hangen we hier. Ik ging op een gegeven moment zo traag dat ik dacht, ik moet nu afstappen. Gelukkig heb je daar zo'n parkeerplekje, dat ik weer even kon staan. En toen, ja. Toen ging je niet meer. Toen ging ik volop. En stap net terug op. Toen dacht ik, oh, ik kan niet. Onwaarschijnlijk wat hier gebeurt. En hier pas gaan we naar rechts. Maar dan is het gat al geslagen. Lekker bom. Goed, dat komt de beste. Precies, daarom is mij het er niet overkomen. En nog nooit lekker in, hè? Nee. Wie pakt hem? Ja, duidelijk. En... podiumplek. Je kan nog, je kan nog. Ja. Hoe vonden we het? Eerste keer muur? We komen boven. Jij niet? Ik ben niet boven gekomen. Ja, niet alleen maar fietsen. Is dat erg? Kan dat tijdens de poging? Pff, er zijn ook mensen die tijdens de Ronde van Vlaanderen de Koppenberg afstappen. Er zijn ook profs die te voet naar boven gaan, inderdaad. Ja? Ah, slechter natuurlijk, maar ja. Ja, maar ben jij ooit wel eens een keer af moeten stappen in de koers? Nee. En geloof ik niet. Dat is wel waar. Of moet zijn als ze vallen of zo, maar. Ga naar de Bosberg, oké? Ja, ik ben naar huis. De Bosberg ken je wel, komt altijd hierna. Oh, hij schakelt verkeerd. Gaat ie? Ja, boven. Naar boven, zegt hij. Ah, man. Kom aan, even een klein stukje. Als je het zo bekijkt, is het toch een harde sporter. Ja. Maar ja, maakt niet uit hoe hard je fietst, als je maar fietst. Maar het is wel handig als je een beetje hard fietst. Yeah. Hij krijgt een schouder. Hij krijgt een setje. Oh, die is pijnlijk, zeg. Wel goed gedaan. Nee, maar heel eerlijk, hij komt wel boven. Hij komt boven. Maar 28 gemiddeld, dat is voor Devin wel redelijk stevig, hoor. Ja, 28 gemiddeld, dat is goed. Ik ben vooral verbaasd van uw niveau, dat is echt goed. Wat zei je? Ik ben vooral verbaasd van uw niveau. Kijk, dat is echt goed, ja. Het is goed. En Devin was goed, ja. Ik hoop dat hij veel uitdagingsvermogen heeft. Hij kan achter ons gaan hangen, hè? Ja, dat wel. Dat is het belangrijkste. En hij zal hard moeten doen. Hij zal heel diep moeten kunnen gaan. Ja, om het avontuur tot een goed einde te brengen. Hoe voel je? Ah. Ik hoorde achter iemand krijzen en kreunen. Afbraak werken naast een titel, man. Training is eigenlijk dit, hè. Kapot maken en s'nachts in de rust een beetje beter worden. Ja. Kapot maken en in de rust een beetje beter worden. En elk dal zou hoger moeten zijn dan het vorige dal. Bij elke afbraak zou iets minder diep moeten gaan dan de vorige. Ja. Ja, om vooruit te gaan. Het is nog even. En waar staat tijd voor? Met de pijltjes. Ah. Wat gesloten. Er is wel nog een paar honderd meter van. Ja, oh ja. Dag, geen goed. Als het gaat om taarten eten, regel 1, waste no time. Klasse, jongen. Dankjewel. Hier word je hard van. Emmo. Dit zijn de mattentaartjes. Dit zijn de beruchte mattentaartjes. Ja. Ah, oh, die heb je ook nog. Ja, ik dacht dat. Ja. Een verwenderij. Dat is nu wel verdiend. Oei, oei, oei. Wat denk je aan?
Dit interview heeft tot nu toe nog niet heel veel goede quotes opgeleverd. Stel ik dan de verkeerde vraag? Misschien moet ik vragen wat er door hem heen gaat. Wat? Hoe smaakt dat ding? Verrukkelijk. Wat? Kut? Verrukkelijk. Verrukkelijk. Oeh, lekker. Goed hè? Dankjewel. Oh, lekker dit man. Dat is geweldig. Goed hè? Dat is ook lekker man. Hé, hey, maar wat denk je van vandaag? Wat ging? Ja, ik denk dat het wel goed komt, maar ja, je mocht echt niet stilvallen. Je moet blijven trainen. Ja, ik heb de muur nog niet geweest ik kom niet aan mijn woorden. Te kloppen. Getemd. Getemd. Ik moest afstappen. Maar de Bosberg ging goed. Mm-hmm. Goed is ook meteen zo'n zwaar woord. Ja. Ik vond het oké, maar er is nog werk aan de winkel. Het is nog niet binnen. Vond je van Bas? Ja, goed, maar ja, dat is talent vergaan niet. Hè. Maar talent alleen is ook niet alles. Deze gaan we weggeven. Ja, oké. Okay. En jouw eerstvolgende race, dat is? Het is de Strade Bianchi in Italië. Zullen we hem dan weggeven aan degene die in de comments het beste kan voorspellen? Waar ik finish. Ja. Mooi. We krijgen 2000 eentjes in de comments. Dat is een goed idee. Ja, ja. Wat die eentjes hem gaan winnen, dat weet ik niet meer. Oh. Hey. Oh, en? Kun je winnen? Dankzij jullie. Zelletje. We hebben weer 2000 likes gehaald op de aflevering 2. En dat betekent... De beentjes kaal. Hoe doe je dat eigenlijk? Venusmesje of... Ik heb het allemaal al gedaan, maar meestal gewoon scheren. Nou. Mijn venusmesje. Zeg, dat gaat wel in mannelijkheid hoor. Heeft ze misschien ook van die venusmesjes? Die vrouw zegt hallo nog. Ik heb alleen de swirl. Bedankt. Ik weet niet waarom, maar ik ben hier gewoon gespannen voor. Nou, ik snap wel waarom. En live op Instagram, hè? Dat hebben we ook beloofd. Tenminste, dat heb jij beloofd. Heb jij helemaal niet beloofd, heb ik. Dan kijk nog steeds gewoon 205 mensen naar hoe jij je benen gaat scheren. Maar het gaat gebeuren. Hebben mensen nog verzoekjes voor figuurtjes? Oh ja, laten we. Nou, daar gaan we. Mensen worden moe. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Een erg leuke. Nou, dat gaat soepel, hoor niet? Ja, ja, dit gaat heel goed. Kijken nog steeds mensen, ja? Ja, we kijken op dit moment 260 mensen. Nu komt echt een pijn lijden. Je hebt alleen dit gekocht? Nee. Nee, we hebben gezegd, ze zei drie. Ja, maar je kan ook zijn stokje hebben, of niet? Heeft ze dat... Dat zit er helemaal niet in. Ze heeft ons voorgelogen. Jullie hadden één taak. Was? Josse, jij hebt het gevraagd, toch? Nee, jij hebt het gekocht. Oh. Kijk eens van beneden naar boven, hè? Van beneden naar boven. Van beneden naar boven? Ja. Zo. Oh. Ja, daar zit hij. Oh, daar is hij. Laurens. Laurens, waar zit je eigenlijk? Oh. In Livigno. Hé, hey, waar zit Livigno? In Italië. Hey, maar Josse kan anders even helpen, hè? Ja, tot hoever moet hij scheren, Laurens? Ja, tot zo'n bal zeg je. Bal lui. Oh, voorspelbaar jij, ja. Maar wat is eigenlijk de reden daarvan dan? Ja, waarom doe ik het eigenlijk? Voor de massages is één veel aangenamer. En ten tweede, bij valpartijen ga je geen ingegroeide haren krijgen in je wonden. Dat is nuttig. Ik heb vandaag 2,5 uur geprobeerd in het wiel van Oliver Naassen te zitten. Ja, ik kan hem ook niet bijhouden, dus ja. Dan zit er uit één lijn. Goed hoor. Ja, maar mijn belangrijke vraag is, zijn we vandaag een ervaring rijker of zijn we een illusie armer? Goeie vraag, hè? Ik vond het zeker een ervaring, maar ik ben niet per se positief gestemd. Hoe zwaar het gaat worden, dat is vandaag wel echt duidelijk geworden. Ja, maar... Op een gegeven moment, ik zat helemaal stuk en op een gegeven moment voelde ik een hand in mijn rug en was gewoon een willekeurige renner die even dacht, ah, die zit niet meer zitten, ik ga hem even een handje helpen. Kijk, we kregen gewoon support van mensen die mee fietsen. Het was wel zwaar. Ik heb een paar keer geprobeerd Oliver bij te houden. Ja, dat was wel mooi. Maar een mooie duels. Het ging net op dat punt dat het bij mij pijn begon te doen. We gingen hier nog een keer. Oeh, nu moet het bij hem ook wel pijn gaan doen. Dan zette hij aan en dan was hij. Dan was hij weg. Ik zag een subtiel middelvingertje toen we net de beelden ja, echt, hè? Ja, wat doen we eigenlijk bij de volgende video? Voor 10.000 likes. Hij voelt die macht, hè? Hij voelt die macht. Gaat hij dan harsen? Ja, toch? Ja. Doet dat pijn? Met z'n drieën. Gaan we met z'n drieën harsen? Nee. Oké, ik ga harsen. Bij 10.000 likes. Nee, maar even serieus, tot waar gaat dat dan gebeuren? Ja, gewoon. Moet je even Laurens, Laurens bepaald. Deze vraag. Ja, maar niet. Oh, jongens, we hebben bloed. jongens, mensen zijn tevreden. Eindelijk bloed. Ja, bloed. Nou. Heb je nou ook zo genoten van deze video? Geef dan even een duimpje omhoog. 10.000. 10.000 likes, want dan gaat Bas waksen. En zet even in de comments op welke plek
Oliver Naas gaat eindigen in Strade Bianchi. Dat is op 1 augustus. Een shirtje binnen. Waar heb ik hem eigenlijk? Hij is al kwijt. Ah, hier is hij dan. Ik heb het gevoel alsof ik ergens ben ingeluist. Volg ons avontuur door je te abonneren op Tour de Tietema. En laat jouw wielertips achter in de comments. Doei doei! Is Oliver versteld, hè? Dit is wat Oliver met je doet.